Hey, voordat we beginnen aan de aflevering, hier een belangrijke mededeling. Helaas is meer dan 50% van jullie niet geabonneerd. Ja, dus abonneer snel op de Videocorner podcast. Hiermee help je niet alleen ons, maar ook jezelf door niks te missen. Je kunt ons vinden op YouTube, Spotify en Apple Podcast. Dankjewel en door naar de aflevering. What does Marcellus Wallace look like? As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Yeah, baby! Yeah. Just leave it. But where? I have to return some videotapes. Yes, dames en heren, welkom in de Videocorner. Mijn naam is Arun. Mijn naam is Mirza. En ik ben Hakan. En vandaag hebben we een nieuwe setting. Yes. Ja. Allereerst. We hebben een giveaway daarvoor. Die hebben we hier klaarstaan. Die gaan we straks weggeven in de uitzending. Ja, ja. En we zitten in iets andere format waarbij we drie films gaan bespreken in plaats van het laatste nieuws. Ja, ik mis misschien in het laatste nieuws gewoon tussen doorfietsen. Hakan heeft weer een snack bij zich. En we hebben drie films bij ons. Oh. Wat we de afgelopen twee weken hebben gekeken. Maar eerst jongens, hebben jullie een beetje een goede zomerstop gehad? Ja man. Je bent bruin geworden. Je bent helemaal bruin man. Ik ben verbrand zelfs. Ik zou jou denk ik in de color grade even moeten moeten reduceren. Waar zei jij? Ja, gewoon rustig. Ja man. We zijn vooral bezig geweest met de nieuwe setting, toch? Ja. Dus daar. Ja. Ja, jullie zijn niet weg geweest, of wel? Nee, helemaal niet. En jij? Samen met jou zijn wij hier bezig geweest. Klopt. Tussendoor een paar filmpjes gekeken. Hebben jullie nog iets gekeken waarvan je zegt wat we vandaag in ieder geval niet in de aflevering gaan bespreken? Oh, wat we vandaag niet gaan bespreken? Ja. Ik heb, de laatste twee dagen van mijn vakantie waren echt ontzettend saai. Ja. Dus ik ben begonnen met Dragon Ball Z Super. Oh. De anime. Dat is heel oud. Nee, dit is die nieuwe serie. Ja, ik volg dat allemaal niet mee. Dus met die Tournament of Destruction is dit. Duizend soorten hebben ze uitgebracht. Ja, klopt. En ik wou hem vroeger kijken, toen hij echt uitkwam. Volgens mij kwam hij 2 jaar geleden kwam hij uit. Toen wou ik hem kijken, kon ik nergens vinden. Ja. En verveling, die kan je echt tot het maximale pushen. Dus ik heb hem via ergens gevonden, Engelstalig. Oh, ik dacht dat je ging zeggen, ik ben begonnen met kleiduifschieten of zo. Nieuwe hobby. Verveling kan je echt pushen tot de limit. Ja, ik ben begonnen met kleiduifschieten. Ja. In Turkije. Kleiduifschieten. Ik ben pottenbakken geworden. Pottenbakken. Heb je nog wat gekeken? Ik had een beetje zin in classics, man. En toen kwam ik op The Mask. Ik weet niet of je die kent. Van zeker. Jim Carrey. Ja. Dus die leuke film. Ja, maar dat is een soort van jeugdsentiment van mij. Mm-hmm. Ik weet niet. Die heb ik zo vaak gekeken. Die heb ik ook heel vaak gezien. Ja, maar elk jaar kwam die op tv, weet je wel. Ja. En dan ging ik er gewoon echt voor kijken, voor zitten. Wauw, weet je wel. Dit jaar was hij niet op tv? Dit jaar, ja, weinig man, ik zeg eerlijk. Hij staat op HBO Max volgens mij. Ik zag hem ook afgelopen week voorbij komen. Hebben jullie die deel 2 gezien trouwens? Nee. Nee. Die eerste is gewoon classic. Weet je wel? Niet kijken. Nice, man. Jim Carrey. Klopt. Ik weet niet of Jim Carrey ook in de tweede speelt. Nee, speelt hij niet. Maar dan heb ik hem waarschijnlijk daarom niet gekeken. Ja. Hou het dan maar op, want hij is slecht. Ja. Heb jij nog wat gekeken dan, Orin? Orin is sowieso wat gekeken. Ik heb sowieso wat gekeken. Maar ik heb wel iets meegenomen wat ik gewoon in de episode wilde delen. Mm-hmm. Ten eerste hebben we gekeken naar A24's The Deepest Breath. Op Netflix staat die. Dat gaat over deep diven zonder tank. Ja. En dan duiken ze gewoon op 104 meter dieptes enzovoort. Het gaat vooral over een vrouw en een man die uiteindelijk... Moet ik dat nu al zeggen? Nee, dat ga ik niet zeggen. Het gaat over een wereldkampioen duikster. Okay. Maar dat heeft me ook aangezet naar een andere docu. The Alpinist. Dat is echt aanrader. Dat is gewoon echt... die hele docu is gewoon zweet in de hand palmen. dat was echt extreem. Dat is ook zo'n jongen die klimt tot bepaalde hoogtes zonder beveiliging. Yeah. Soms doet hij wel met, maar dan is hij aan het solo klimmen. Yeah. Dus dan heeft hij geen telefoon bij zich, helemaal geen niks. En soms was het ook wel dat hij die docu-makers gewoon skipte. Dat hij gewoon in één keer was verdwenen van de aardbodem en dan later duiken er in één keer foto's op dat hij... Ik wil de Everest of zo eens even klommen. Okay. Ja, dat gaat over dus een Canadese klimmer, Marc-André Leclerc. En dan een beetje ook over zijn leven. Maar het gaat in principe alleen maar over bergen. Rotsen, dat soort dingen. Ja, maar, je ziet soms van die filmpjes dat ze gebouwen gaan klimmen. En zo, weet ja, je wel? Ja, klopt. Dat is het niet, hè? Was het toch... Nee, okay, voor de zomervakantie en zo was er eentje gevallen ook.
Oh, dat weet ik zo'n niet. Extreme sporter, weet je wel. Die gaat dan aan de, zo'n hoog torf, gaat hij ergens aan hangen of zo. Ja, nee. Zo'n stunt is dus misgaan. Is en ik heb Past Lives gekeken. En ik vind het echt bullshit. Hetzelfde geldt ook met Sisu. Past Lives en Sisu, die zijn gewoon Amerikaanse overal te huur en te bekijken. Ja. En dan Sisu moet hier nog 7 november of zoiets. Of 7 september in de bioscoop komen. En in oktober komt Past Lives nog uit. Maar okay, Past Lives is zeker een goeie. Als je even goed zoekt op internet, kun je hem huren. Op Apple of op YouTube met VPN'tje aan. Ga hem zeker checken, man. Dat is echt een heel goede film. Ja. Maar we zijn hier niet voor Past Lives of voor The Alpinist of voor The Mask. We zijn hier natuurlijk voor 3 films die de afgelopen 2 weken zijn uitgekomen. Dat gaan we dus voortaan op deze manier doen. Ja. Om te beginnen hebben we Doggy Style. Klopt. Oftewel Strays. In Amerika heet die Strays, hier heet die Doggy Style. We hebben Talk To Me, A24, horrorfilm. Die is ook in juli uitgekomen. Die komt nu pas hier in de bioscoop. Ja. En de Blue Beetle. De DC's film. Ja. Over de blauwe... Kever. De blauwe kever. Ja. En dan hebben we niet over de auto. Nee. Maar laten we beginnen. Yes. Jongens, wij zijn van de week naar de film geweest. Doggy Style. Doggy Style. Ook wel bekend als Strays. Snoop Dio Double in, in Amerika staat hij bekend als Strays. Mm-hmm. Ja. Waar gaat de film over worden? Oh, vraag dan mij. Ja, ik vraag dan jou per God direct. Domme, kom ik ook niet, moet ik het weer doen? Strays is een super tof film. Gaat over een hond. Best wel cute eigenlijk. Die denkt dan dat zijn baas van hem houdt. Maar ja, helemaal niet. Dus hij wordt gedumpt. En dan is hij een stray. Een zwerfhond. Mm. Maar dan ontdekt hij een hele nieuwe wereld. Op die manier probeert hij zijn baas weer terug te vinden voor revenge. Maar er gebeurt heel veel dingen tussendoor. Kunnen we het zo over hebben? Dat klopt. Het is gewoon een soort van avontuur. Hoe ze naar die missie toe gaan. Ze hebben een soort van doel. Ja. Ik weet niet of ik dat mag gaan zeggen wat het is. Laten we dat niet doen. Dan, ja. Maar in ieder geval dan... Nou, alhoewel. Je kan het wel zeggen. In het begin wordt hij wel gewoon gezegd van wat zijn target is, toch? Ja, ik weet niet of het hem lukt. Dat is of een spoil. Het hem lukt. Kijk. Dat is een spoil. Wordt het ook in de trailer gezegd? Ja. In ieder geval, hij wil in ieder geval zijn penis van zijn oude baas wil die afbijten. Hij wil de ballen eraf bijten. Maar dat is een hele avontuur samen met... 3 andere honden die je heeft ontmoet. Ja. Het wordt een soort van clan. Ja. die hoofdrolspeler was Will Ferrell. Will Ferrell heb je erin zitten. En Jamie Foxx. Ja. En die andere, die ken ik even niet. Die weet ik ook even niet. Nee. Maar ze gaan dus op avontuur. Ja. En ik vond het echt wel een leuke film. Ja. Gewoon voor één keer dan, moet ik wel even zeggen. Mm-hmm. Voor één keer vond ik hem echt leuk. Ja. Vooral omdat je... Oké, sowieso het schelden en zo, dit en dat is allemaal leuk. We zijn eigenlijk best wel simpele mensen, toch? Als er een beetje wordt gescholden, vinden we het leuk. Ja, nee, dat klopt. Maar het is ook gewoon grappig, omdat je krijgt een soort van perspectief van de hondenwereld. Yeah, en dan zit je dus de hele tijd te kijken en dan zegt hij zo, the devil in the sky. En dan, what the fuck, waar heeft hij het over, weet je wel? En dan heeft hij het over de postbode. Yeah. En dan, dat ging toch over die billboard, met die postbode erop. Ja. En dan gaat maar het mooiste is dat je dan twee perspectieven krijgt. Dus je krijgt en van de hond en van de mens. En dan van die hond zetten ze die postbode helemaal uit te schelden. Ja, weet je wel? Klopt. En dan ga je naar de perspectief van de postbode en hoor je alleen maar woef, 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 woef. maar de hele film, gewoon allemaal van die dingen. Dus op een gegeven moment lopen ze zo en dan zegt hij van hey, I got a joke. Knock, knock. En dan hoor je ze woef, 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 woef. No. You should say who's there. Oké. Knock, knock. Woef, 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 woef. En dan zegt hij ze, guys. En zo, somebody's talking at the door. Maar ook gewoon pis tegen een paaltje aan, weet je wel. Van territorium afbakenen, dit en dat. Dat was echt gewoon superleuk. Gewoon die bankhumpen, weet je wel. Dus gewoon die banken aan het rijden. Ja. maar ik vond zelf wel... Kijk, ik heb zelf een hond gehad. Ja. Dus sommige dingen, ik denk ook dat mensen die nu kijken en luisteren, dat ze dat ook wel kunnen herkennen. Sommige dingen, dat is gewoon echt zo'n hondending. Zoals wat jullie net zeiden, van tegen een lantaarnpaal pissen om territorium af te bakenen. Bijvoorbeeld, er was ook een scène bijvoorbeeld, dat over het vuurwerk. Honden zijn echt doodsbang voor vuurwerk, weet je wel. Maar je ziet ook gewoon, wanneer hondenperspectief,
hoor je altijd zo'n luide knal. Yes, maar dat is gewoon goed gewerkt met geluid. Gaan ze een mensenperspectief en dan hoor je ook gewoon op achtergrond. Ja, hoor je een beetje knallen. Ja, dat was wel vet gemaakt. Ja, maar ook bijvoorbeeld, was er ook weer, zijn ze dus onderweg en dan willen ze ergens gaan slapen. Voordat ze gaan liggen, gaan ze altijd een paar rondjes. Ja, dat doet de honden altijd, weet je wel. Van die kleine dingetjes, details, hebben ze gewoon zo goed gedaan. Ja, dat was wel vet gemaakt. Maar ik vond het best wel bizar hoe ze het hebben gemaakt eigenlijk, man. Ja. Dat lijkt me echt zo lastig. Nou, de honden werken. De film is 95% met echt honden. Gewoon, het zijn gewoon echte dieren. Er zit bijna geen CGI in. Alleen op de punten waar die bijvoorbeeld, waarvan ze denken van oké, nou wordt het gewoon gevaarlijk. Nou gaat het gewoon op, kunnen we de honden pijn gaan doen. Ja. Daar hebben ze CGI gebruikt. Bijvoorbeeld in die scène dat ze naar beneden vallen. In die boom. Oh, van een boom. Oh ja, van een boom. Ja, in de boom. Weet je, dat is gewoon CGI, weet je. Ja. Ja. En de mondbewegingen, denk ik. Ja, de mondbewegingen. Ja, en, maar het is wel ver in detail, hè. Want op een gegeven moment viel me gewoon op dat zelfs de tong, die beweegde mee. Ja. Als je bijvoorbeeld de R ging uitspreken en je let gewoon op. De meeste mensen letten daar niet op. Ja. Weet je, je kijkt gewoon naar het beeld, dit, dat. Maar ja, wij kijken nou zoveel. Ik begin echt op alles te letten. Je zag gewoon echt, als die dan R uitspreekt, dat je ook die tong gewoon echt zag. Die trilling zag maken. ik vond hem echt. Ik vond hem wel goed gemaakt hoe ze dat hebben gedaan. Ja. Was toch? Ik denk dat de zaal ook genoten heeft. Zeker. Ja, klopt. Zeker. Maar ook met die grappen. Nee, niet alleen dat. We zitten zo, weet je wel, achter ons hoor je, ze pakt zo die pup op en hoor je zo. En dan weet ik veel, gebeurt iets en dan. En dan valt er ergens Ik vraag me ook af, wat is de doelgroep? Want wij gingen op een gegeven moment de zaal uit, zagen we kinderen naar binnen lopen. En er wordt best veel gescholden in de film. Mm-hmm. Maar ook zit er gewoon echt van die. Ja, hoe noem je dat? Van die huisvrouwtypes. Tijdens een film hoor je altijd zo. Achter ergens hoor je altijd zo. Maar dan, ik heb dan het gevoel, als ik me om zou draaien en ik zal er wat van zeggen, weet je, dat je een of andere Karen tegenkomt, weet je, en een grote mond weer tegen. Ja. Nee, maar volgens mij, comedy heeft geen leeftijd toch, eigenlijk? Nee, maar er werd veel gescholden, man. Dat was Film is R-rated, hè. Ja. Het is eigenlijk niet bedoeld voor kleine kinderen. Ja. Het heeft geen leeftijd. Maar op andere, klopt. Maar aan de andere kant, het gaat om honden, dat trekt dan weer wel weer kinderen aan. Ja, soort van, heb ik het idee, dat toch? Dat klopt, weet je. Ja. Maar dat is dan, er zit geen leeftijdsgrens op de film volgens mij. Mm-hmm. Alleen de film is R-rated, waardoor dus de ouders kunnen zeggen van, nou ja, weet je. Ja, maar R-rated is ook in Amerika, toch? Ik weet niet hoe dat hier. Wat is de leeftijdsdingen hier? Want hier heb je gewoon die kijkwijzer. Ja. Oh, ja. De regels zijn hier anders dan in Amerika. Ja, dat klopt. In Amerika heb je PG-13 en Peggy 8 en dat is allemaal light. In Nederland heb je gewoon kijkwijzer, weet je wel, 6, 13 klopt. Of 18 of zo. En dan. Ja. Er zitten nog een paar icoontjes bij, weet je wel. En dan klopt, is het aan jou van horror dat, of seksscène of wat dan ook. En dan, je kan zeggen van, seksscènes wil ik niet kijken, dan kijk je het niet. Maar je wordt wel op behoed. Ja, dat. Dat is heel anders dan film, die heeft heel veel seksuele grappen. Ja, in Amerika, ik weet niet hoe het zit. In Turkije, volgens mij bestaan die leeftijdsdingen niet. In Bosnië zal het ook wel zo zijn. Nee, in Turkije mag iedereen erin. Dat is gewoon, ik kan me nog herinneren, vroeger. Ja, ik denk misschien is het nu wel weer aangescherpt. Maar vroeger konden we gewoon elke film die je wilde, kon je gewoon in. Je kon als 10-jarige jongen kon je gewoon een horrorfilm binnenlopen. In Turkije had ik altijd bioscoop, had ik altijd een geweldige tijd, jongen. Ik kon elke film mag overal naar binnen. Ja, dat. En, maar ik, zoals ik zeg, van kind af aan kon ik altijd goed onderscheiden een beetje van wat is wat. Dus ik keek niet naar een geweldfilm en dan zat ik niet vervolgens bij de Albert Heijn met een wapen te zwaaien, weet je wel? Nee, dat lijkt me ook wel iets te ver gezocht. Nee, maar dat is echt heel vaak het argument. Kinderen spelen heel veel schietspellen waardoor ze agressief worden. Maar ik denk niet dat het daaraan ligt. Weet je, ik had dat ook niet. Ik keek naar die films en zo. Maar heb je ooit nachtmerries gehad van films? Ja, zeker wel. Ja? Van films? Nee, man. Ik niet? Nee, man. Ik was vroeger altijd. Je weet hoe ik ben tijdens een horrorfilm. Bijvoorbeeld. Ja. Weet je, als wij met de vriendengroep naar een horrorfilm gaan, dan is het, hij is fucking bang. Hij schrikt heel erg snel, dit, dat, weet je. Ja. Maar ik schrik snel. Mm, het is niet dat ik echt daar trillend of achteraf nog een nachtmerrie eraan overhoud. Ja. Dus dat heb ik nooit gehad. Echt Dus dat. Maar wat heeft hij eigenlijk gehaald op qua score van audience, van IMDb en dat soort dingen? Ja, wacht. Dat heb ik hier staan. IMBD heeft 6,4. Dat is wel oké voor een comedy. Rotten Tomatoes heeft die 56%. En de audience die heeft 71% gegeven. Mm. En op Letterboxd heeft hij een 2,7. Gaat Letterboxd tot 5? Of? Ja. De meningen verschillen wel echt. Ja, klopt. Ja.
Maar IMDb is inderdaad jury score. Rotten Tomatoes 56% is ook jury score. En een audience score bij de 71% en bij de andere 2,7%. Ja. Maar ik denk dat je in de zin van hoe je erin gaat, zeg maar. Ja, dat ook. Ik denk niet dat je heel erg veel moet verwachten van de film. Ja. Maar meer zo van, hoe zou ik het zeggen? Morgen ga je werken, zondagavondje. Wat gaan we doen? Nog even een keer lachen of zo. Even een weekend afsluiten. Zoiets, weet je wel. Ja. Zal je hem aanraden. Maar niet van, wow, nou, ik ga even op speciale dingen letten. Wow, dit moet echt een masterpiece zijn. Nou, zeker niet. Nee, het is echt een beetje een familiefilm. Ja. Alleen dan met niet te kleine kinderen waarschijnlijk. Ja. Jongens, we hebben best wel lang over gehad. Ik denk dat we alles ook hebben besproken. Conclusie rating, zal ik hem even doen? Ja, mijn conclusie. Yes. Eentonig. Je kakt in. Op een gegeven moment halverwege. Het is wel grappig, maar je kakt in. Ja. Begin en einde waren vooral grappig. Ik geef Doggy Style een 3 sterren van de 5. Ja. Nee, het is... hoe zou ik het zeggen? Klopt, je kakt een beetje in, maar het is de humor die me soort van overeind houdt. Ja. Laat ik zo zeggen. Maar qua verhaal, simpel. Niet zo boeiend. Ja, simpel eigenlijk. Ik geef zelfs 2,5 eigenlijk. 2,5? Ja. Ik ben wel eens met jullie. Je kakt inderdaad na een tijdje kak je in. Veel droge humor ook. En, je moet er van houden. Ja, je moet er echt van houden. En het zijn ook echt... ik blijf het zeggen. Het zijn gewoon de seksuele grappen. Zijn het steeds wat echt gewoon... Ja. Wat je eigenlijk een beetje lachend krijgt. Weet je wel, een beetje grappig is. Ik geef het inderdaad ook een 3. Ja, dan zou het 3 sterren. Dan, ja, sluit me wel aan. Ja, dan gaan we voor de 3. Op naar de volgende film. Nee. Ja, dan zijn we aangekomen bij de volgende film. Een griezelfilm. Talk to Me. Van A24, jongens. Wil ik iemand toelichten? Ja, Hakan. Geef me een hand. Nee. Dag, aangenaam. Dan laat je me hangen ook. Talk to Me. Ja, Talk to Me. Het is, daar gaat de film over, wat we zojuist deden. Klopt. Dat was het. Dat was naar de volgende film. Nee, het gaat over een groepje jongeren die hebben een... wat is het? Ik zeg meestal artifact. Nee, ze hebben dus een hand. Ja, een hand. Dat is afgehakt van een... van een waarzegster. Van een... Hoe noem je zo iemand die met geesten communiceert? Psychic? Psychic of zoiets, ja. Psychic. Die is gewaxed. Gewaxed. Die hebben ze. Ja, klopt. En daar gaan ze mee experimenteren, stunten en allemaal leuke dingen mee doen. Althans, leuk. Voor zolang het leuk is. Ja. Want ze komen bij elkaar, ze pakken een hand vast en ze zeggen talk to me. En ze zien in één keer een ziel van iemand die al overleden is. En hoe vaker ze het doen, ze vinden het leuk. Ze vinden het, ja, je kan hem ook binnenlaten. Sorry? Je kan hem ook binnenlaten. Talk to me, klopt. En dan zeg je iets van come inside me of zo. En dan, klopt. En dan neemt die geest dus die persoon over. En na een tijd loopt het uit de hand. Ja, en... Want er is één belangrijke regel. Shit hits the van. Niet langer dan 90 seconden. Ja. En de kaars uitblazen. En de kaars uitblazen. De deur sluiten. Ja, ik denk niet dat we iets verder in details moeten gaan voor gebeurtenissen. Want dat geeft je al een hele hoop weg. Klopt. Nee, jongens. Wat ik vooral leuk vind aan deze film, het is weer een A24 film. Jullie weten dat ik inmiddels van van A24 hou. Ja. Maar nog vetter vind ik regisseur Danny en Michael Philippou. Ook wel bekend als Raka Raka. Raka Raka. En het is best wel leuk. het is een YouTube kanaal uit 2013. Okay. En die jongens die maakten dus schijnbaar live action horror comedies. Talk to Me is hun debuutfilm. Ja. Hun YouTube kanaal heeft 6,75 miljoen subs. Talk to Me is een debuutfilm. Inmiddels is ook er een Talk to Me, dus met een tweetje. Die is in productie, toch? In productie. Althans, gesprekken worden gevoerd. Ik weet niet of de script inmiddels al is begonnen met schrijven. Nee, maar hoe vet is dat? Ook zeker een aanrader. Gaan we een keertje kijken. Die jongens die maken ook vlogs. Dat is altijd wel grappig. Tijdens de première van Talk to Me, in één keer is er zo'n cut, weet je wel. En dan gaan ze vechten in een hotelkamer. Maar het is gewoon echt film-like. Wordt er gevochten en dan wordt zo geëdit alsof het echt een film is. Dat is echt superleuk. Ja, en nog mooier, ze zijn dus schijnbaar ook in talks van, je ziet hem hier al staan, de nieuwe Street Fighter film. Dit is natuurlijk de oude Street Fighter film met Jean-Claude Van Damme. Alleen, zijn in gesprek voor een nieuwe, man. Nice. Okay. Jongens, wat vonden jullie van Talk to Me? Ik vond hem echt super vet. Ik vond Jij hebt al uitgelegd, laten we bij jou beginnen, man.
Ik hou van horror, man. Horror, ja. Thrillers. Ik ben daar echt wel fan van. Michael Jackson. Maar, ja, een soort... Ja, ja. Dat is een andere thriller. Ja, 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 ja. Nee, ik vond hem aardig goed. Niet top helemaal, maar ik vond hem wel aardig goed. Ja. In de zin van goede spanningsmomenten. Vooral wanneer je een hand geeft en je zegt die woorden, dat je dan in één keer iemand voor je ziet. Ja, ja, dat soort dingen. Wat ik wel mist... Ja, mag ik kritisch zijn? Ja, zeker. Oké, okay. Wat ik wel miste was... We hebben in twee zinnen gehoord waar die hand vandaan kwam. Ik miste een soort van informatie. Daar ja, ben ik beetje, van, hè. Beetje meer uitleg. Maar dat is mijn ding dan. Waar komt dat ding vandaan? Waar komt die hand vandaan? Wat is de historie erachter? En ik had wel misschien een scène willen zien van... Dat er een heks op de... Of wat was het? Sidekick of zo. Op een brandstapel was. Dat de hand werd afgehakt of zo. Ja. Dat soort. En dat hij dan uiteindelijk bij iemand verloop de tijd zou komen. Ja. Ja. Maar in twee zinnen werd gezegd van... Dat iemand vroeg van waar komt dat ding vandaan? Toen zei ze, oh, heb ik van iemand gekregen. Van een helderziende of zo. Of weet ik veel wat. Ik begrijp het. Ja, dat miste ik een beetje. Maar los van dat... wel sterk. Ja, ik vond een goede horror. Vond je, ja. Wat vond je van de foreshadowing... De foreshadowing. Dat je bepaalde elementen vooraf te zien krijgt. Kan bijvoorbeeld hint op kangaroo in het begin. Ja, dat vond ik wel... ja, kijk, dat wordt dan na... hoe zeg je dat? Een soort van... Nou, later wordt dat gezien. Want ja. In het begin, ik snapte dat niet. Ja, die... Van, ik ook niet, ik kon daar ook niet ja. Van. Maar daar hint je wel heel veel op. Ik kan niet te veel vertellen. Ik denk dat ja, echt maar een dan, key aspect van de ja, film precies, is. Ja, precies. Dan hebben we alles al... Maar ja, dat is wel super tof. Die aspecten wat ze erin hebben. Zeker. Of die elementen wat ze erin hebben. Haak al wat ervan? Ja, ik zei het net al. Ik schrik heel snel tijdens een horrorfilm. Maar ik hou wel van horrorfilms. Horror, thriller. En wij gaan ook heel vaak. Alleen ik schrok best weinig tijdens deze film. Heel mag ik daarop inhaken? Heel weinig schrikmomenten. Jij wel geschrok, ja. Je schrok wel, maar ja, ik zat naast je. Ik schrok wel. Ik zag heel de tijd. Ik zag heel de tijd zo gaan. Ik was dit alweer. Je dacht even dat niet bezeten was. Luister wat ik zeg. Ik heb niet gezegd, ik schrok niet. Nee, oké. Okay, nee, ik schrok weinig. Ja, oké. Okay. Ja. Misschien één à twee keer dat ik echt schrok. Ja, dat klopt ook. Maar er zijn verschillende varianten van horror, hè? Ja, wou ik net zeggen. Dit is meer gewoon zo'n thriller horror en... Ja, je hebt ook gewoon horror die is gemaakt om de hele film door te laten schrikken. Ja. Maar ik mag nog iets zeggen. Wat vinden jullie qua horror? Waar houden jullie van? In de zin van demonen? Want ik vond het best wel personage. Vond ik wel vies of zo. Snap wat ik bedoel? Ja. Ik vond de personage, die gasten, vond ik best wel een soort van die nasty eerste vrouw, of die zo. Die eerste vrouw die terecht kwam, die iets bollere vrouw. Ik, en dan echt, houden jullie meer van geesten? Ik hou van geesten, man. Ik hou meer van action thriller. Bijvoorbeeld The Servant, dat is dan zo'n serie op Apple TV. Dat is niet per se horror, maar het is meer thriller. Maar kan ook creepy zijn op momenten. Maar er wordt heel tijd iets opgebouwd, maar er gebeurt niks. Oké. Okay. En dat is hetzelfde ook bijvoorbeeld bij The Evil Dead, bijvoorbeeld. Het blijft een goede film. Maar je wordt gewoon de hele tijd een soort van opgejaagd. Er creept de hele tijd iemand buiten het huis. Maar er gebeurt niks. En het is niet per se paranormale dingen, maar er zit... actie ook in gemixt, weet je wel. Dus zo'n shit als Paranormal Activity houd ik niet van. Zo'n shit als Saw is wel gewoon leuk om een keer te kijken, maar dat hoeft ook niet. Gewoon het type Evil Dead, ik weet niet of wat de benaming daarvoor is, maar daar geniet ik van. Noem je het zombie horror of zo? Ja, soort, dat zou kunnen. Ja, klopt. Dat is wel zo. Nee, ik ben zombie horror vind ik ook leuk. Zombies. Ja, monsters in het algemeen en echt geesten, gewoon demonen, dat soort dingen. Ja. Dat vind ik. Films zoals Saw, nee. Nee, dat viezigheid, nee? Totaal niet. Ik hou niet van de gore films. Nee. Ja, zo noemen ze dat, gore. Okay. Gore horror. Weet je, ik kan heel kort zijn. Ik hou Kelly, weet ik weer. Final Destination? Ja. Daar hou ik van. Ja. Ik hou daarvan. Dat soort rare dingen, weet je wel. Nee, ik kijk helemaal niet, man. Nee, ik vind dat soort dingen kut. Maar ik vond zelf Talk to Me vond ik echt geweldig, man. Ik heb er echt van genoten. Je wordt soort van heel dat opgejaagd in je angst of zo. Wil je dat zo noemen? Ik denk dat het ook door die jongens komt. Dus weet je wel, er zat ook gewoon een
leuk gedeelte humor in. Mm. Weet je wel, wat een beetje gewoon grappig maken. Van gewoon, het moet eng zijn, weet je wel. Ze moet boos zijn en dan gaat de telefoon af en dan is zo ring, ring, ding, 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 ding. Je wordt Crazy Frog, weet je wel. Dat is gewoon, ja, dat is gewoon geinig. Maar dat is gewoon die gekkigheid van die twee jongens. Yeah. Die houden nog een beetje leuk. Ja, en de party montage vond ik echt nice. Dat ze die hele avond zo die dingen, die camera, hoe die mee pent en zo, weet je wel. Dat is allemaal gewoon nice gedaan. En is goed ingespeeld op Gen Z generatie. Gewoon met de TikToks en de video's en dit en dat. Ja. Maar ja, dat zijn die jongens die komen ook van YouTube af. Weet je wel, dus een beetje een key element van zichzelf hebben ze er ook in verwerkt. Maar op IMDb scoort de film 7.4. 94 op Rotten Tomatoes. De audience scoort die 82 op Rotten Tomatoes. En Letterboxd 3.7. Dus voor een horrorfilm is dat best wel goed. Ja man. Jongens, conclusie en een rating. En moeten de mensen de film kijken? Oh, ten eerste ja, zeker. Waarom? Eén keer, twee keer, meerdere keren. Eén keer is meer dan dat. Ik denk misschien dat als een tweede keer dat er iets helderder wordt voor je. Ja, dat, ook. Dat wel. Ja. Maar ik denk ook dat er veel meer elementen zitten die we misschien de eerste keer hebben gemist of zo. Ik weet niet. Ik had ook het idee dat, ik had aan een critic gelezen bijvoorbeeld, dat mensen bij elkaar komen, gaan drugs gebruiken, dat soort dingen. Weet je, normale jeugd. Ja, ja. Hun gaan dan... Partyhand. Ja, partyhead gebruiken. Dat soort elementen. Een handje van zo. Voor als je eenzaam voelt. Nee, maar persoonlijk denk ik dat het ook een best wel groot succes gaat worden van A24. Want A24 had daarvoor ook een hele... even kijken, Hereditary heet die. Hereditary van Ari Aster. Ari Aster, dat was ook een van de beste verkopende van A24. Ja. Toen kwam Everything All at Once. Toen was dat een van de betere. Ja, en deze heeft inmiddels 10 keer de uitgave van de film verdiend. Dus ze hebben 4,5 miljoen uitgegeven. En zit nu op 50 miljoen. Dus, En het is nog een film die hier recent in de bioscoop is gedraaid. Want het is in juli uitgekomen. Ja. Dus ik denk A24 doet echt goede zaken eigenlijk. Ja, zeker. Hoe vaak moeten we dat zeggen, joh? Ja, misschien we doen het hier onderin zo, of zo. Ja, zo'n vaste banner. A24 doet goede segment. Zaken. We gaan er nu A24 films. Ja. Ik geef het... 3,5 en een 4. Ja, zeg maar. Weet je, ik ga lekker... Ja, ik doe 4, man. 4? Ja. Daar kan. Ja. Ik... conclusie, ik sluit me helemaal aan bij Mirza. Ik ben het helemaal met hem eens. Vaker kijken naar... ik zou wel deel 2 willen kijken, omdat ik het einde heb gezien. Ik wil weten wat... Ik vraag me even wat er gaat gebeuren. Ja. En qua cijfer... De 10? Nee, man. 10 van de 5? Nee, ik geef 3. Een drietje. Een voldoende. Ja, ik heb het al gezegd. Ik vond hem echt super vet. Mm. Ik vind het verhaal achter er ook super vet. Dat het gewoon YouTubers zijn die dan uiteindelijk een film mogen maken onder A24. Het is A24, dat vind ik ook super vet. De balans, humor en dingen vond ik nice. Het is my type of horror. Niet heel dat paranormale bullshit, de hele film door. Weet je wel, geesten die in huis bewegen en zo, dit en dat. Een beetje sentimenteel, moeder-dochter verhaal. Oh, ja. Een beetje huilen. ik had 4 sterren in gedachten. Dan moeten we even snel hoofd rekenen. Hakan geeft 3, wij geven 4. Kom je uit op 3.7? 8. Kom je op 3.666666 uit? Afrond naar boven of naar beneden? Boven. Vier we gaan sterren. Mee met letter... 4 sterren. Vier sterren. Laat het dan 3,5. 4 punt... We zitten op 3.6. Ja, je wilt afronden naar boven. Talk to me, 4 sterren. Yes. Hierna is het tijd voor Blue Beetle. Blue Beetle. Jongens. Huh? Het is niet tijd voor Blue Beetle. Maar ik heb hier eens wat leks bij hem. Oh mijn god. Oh my god. Ja. I just wanna... Buddy. Schrik Blue niet. Beetle. Dit is iets heel basics. Heel basics. Ja. Als heel je fits. Een film... Heel basic fits. Als je een film kijkt. Wat pak je als eerste als je een film kijkt? Als je thuis een film kijkt? Nah. niet, nee. PG-13. Ja, ik wou hem inkopen, maar laat maar zitten. Nee. Ja. De afstandsbediening. Je hebt een afstandsbediening. Het is meestal snoep of chips. Oh. En deze kent iedereen. Funny Mix. Funny Mix, Haribo. Haribo Funny Mix. Nou, Aagan, knal hem open. ik knal hem open. Maar gaan we hier gewoon echt hard om gieren? Of? Nee.
Hoe bedoel je? Ja, funny mix. Oh, ja. Oh. Oh, is wel pakker. Krijgen we hier humor van? Oh. Waar je hem bewaart, jongen. Maar geef meer ook even een snoepje. Ja, meer. Oh, dankjewel, man. Je hebt allemaal suiker op tafel. Mm. Waar komt de suiker vandaan? Dat weet ik niet. Er zit ook geen suiker in. Nee. Maar ja, over datum. Mm. Jongens, luisteraars. Hebben jullie die snacks al gemerkt? Mm. Dit is ook mijn favoriete segment van elke aflevering. Mm. Ik denk dat van heel veel mensen dit favoriete segment is. Ja. Ik heb zelfs vrienden die zelfs hier naartoe inzoomen. Helemaal zo gaan opzoeken. Ja. Speciaal voor de snack. Mm. Heb je zo'n 4K? Dus je kan flink inzoomen. Yes. Maar Haribo. Weet je waar de naam Haribo vandaan komt? Nee. Nee, wat is het? Welk land is het? Duitsland. Duitsland. Ja. Okay. Dat weet ik wel. Komt uit Bonn. Köln. Bonn, ja. Hans Riegel uit Bonn. Oh, Haribo. Hans Riegel uit Bonn. Oké, okay, ja. Ik had hem. En, Godverdomme. Flauw, hè? Dat is een goeie, hè? Horeca. Hotel, restaurant, cafés. Ja. Luxemburg. Sorry, Benelux. Oh. Laat maar haken. Luxemburg. Luxemburg. Was een luur? Luttere koekjes. Nee, maar Haribo is dus... het is gewoon een familiebedrijf. En het zit ook nog steeds altijd in de familie. Oh, oké. Okay. Ja, dus... Doe je goed? Nou, ik heb altijd... als ik film kijk, dan wil ik gewoon of snoep of chips hebben eigenlijk, het liefst. Mm. En en wat drinken. Haribo mag kindervrooi, of wat was het ook alweer? Vrooi, of zoiets. De Golden Bear. Haribo mag kindervrooi. Weet jullie dat het niet eigenlijk gouden beertjes zijn? Gele beertjes. Mm-mm. Zwarte beerden. Mm-mm. Teddyberen. Ze heten oorspronkelijk de dansende beren. En maar waarom zijn ze goud dan? Ja. Ze zijn helemaal niet goud. Oh. Je hebt rood, groen, geel. Oh. Oh ja. Heel dat goed. Is waar. En waarom komt die ooit de Golden Bear dan? Well, waar komt bear. Dat dan weer? Ja, weet ik niet, dat staat nou op de verpakking, maar oorspronkelijk zijn het dansende beren. Oké. Okay. Mm-hmm. Winnie de Pooh. Ja, en, maar waarschijnlijk zat er dan weer een organisatie die tegen fact. Dierenbescherming en dat soort. Het zijn allemaal fruitsmaken, toch? Ja. Ja. Welke kleur is de aardbei, denk je? Ik zou denken rood. Toch? Overal is rood, behalve in Spanje. In Spanje is de groene aardbeidsmaak. Ah. Maar waarom? Ja, weet ik niet. Lieve luisteraars, als jullie Haribo willen dus in Spanje. Ja. Van de rode... Hey. Ja. Heel belangrijk. Ja. Normaal is groen watermeloen. Ja. Ja? Of, ja, in Nederland wel, toch? Ja. Nou, groene appel, kiwi druif. Peer. Watermeloen dacht ik altijd. Maar... watermeloen is meer... Ja, Haribo Funmix. Funmix. Ja. Jongens. Lekker, man. Gaan we onder het genot van een snoepje door naar Blue Beetle? Dan doen we dat. Gaan we door. Ik weet niet waarom ik het dicht heb gedaan. Beetle. Ja, jongens. Naast de twee andere films zijn we ook naar Blue Beetle gegaan. Ja, man. Ja. Blue Beetle. Wat ik vooraf moet zeggen. Ik ben helemaal niet van de DC, Marvel dingen. Daar kan klopt. Jullie kunnen daar meer over praten, toch? Eigenlijk? Normaal gesproken ben ik wel van de DC. Maar ik vind... richting waar ze nu op gaan, vind ik niet zo dingen. Het gaat naar Marvel toe. Ik denk dat Hakan's hartje hier sneller van gekloppen. Dus ik vind dat Hakan het daar mag uitdagen. Denk je? Ja. Ja, ik vond hem oprecht wel leuk, ja. Maar waar gaat eigenlijk de film over? Blue Beetle, de film, die gaat over... Jamie. Ja, je schrijft Jamie. Ja, die... Die is klaar met zijn studie. Mm-hmm. Die komt terug thuis. Want je weet, in Amerika studeren ze allemaal... in een andere stad of wat er dan, ja, andere precies. Steden, ja, andere staten. En die komt thuis, die komt erachter dat zijn familie gewoon financieel niet sterk is. Dat ze de winkel verliezen, dat ze de huis verliezen. En die begint gelijk met werken. Ja. Die werkt als schoonmaker bij een rijk persoon. Die ook een groot bedrijf hebben. En bij de Court family is ja, de Court family inderdaad, dat was het. En hij komt via, mag hij daar dus op gesprek komen. En wanneer hij daar komt, gebeuren er allemaal dingen. Hij krijgt de blauwe Beetle, hij gaat naar huis. Nou ja, hij mag hem niet openmaken. Hij mag hem niet openen, dat was niet strikt openmaken. Gezegd. Hij wil hem ook niet openmaken, maar je weet...
Die familie. Familie. vooral het zusje en die oom. Die twee zijn geboren om alle regels te overbrengen. Ja. Ze hadden Turk kunnen zijn, jongen. Ja, nee, oprecht. Dat is echt... Ik had hier ook al opgeschreven. Ja. Mexicaan-Turken overeenkomsten. De hele familie gaat mee wanneer ze iemand moeten uitzwaaien. Ja, klopt. Ja. Slaan op tv of apparatuur wanneer het niet werkt. Omen en moeders, die hebben altijd wat te eten mee. Altijd, ja. Klopt. Er is altijd gewoon in één keer trek ze een sinaasappel uit de tas, weet je wel. Hier, een beetje fruit. Ja. En vanaf daar begint het eigenlijk allemaal. Hij krijgt zijn krachten. Dat hele bedrijf, de Court Family, die gaat erachteraan. En daar niet de family, maar echt het bedrijf. Ja. En het is eigenlijk de introducing van Blue Beetle. Ja. Wat erbij moet zeggen, ze vechten soort van tegen de Court Family. Die in wapenhandel zit. Ze maken wapens. Maar er zit ook een nichtje daarvan. Jenny, die is tegen haar tante. En die helpt Guy mee. Typische actiefilm, hè? Vader gaat dood. Ja, vader gaat dood. Er is altijd een familie als Oscorp of Stark of iets en in dit geval Kort, die iets developt. Ja, en er is een fictieve stad. Ja. Want dit was niet een echte stad, maar ze hadden het wel over Gotham van Batman en dit en dat. Klopt. Het is wel DC, weet je wel. Ja. Smallville zat er, hoorde je ook nog. Maar jongens, wat hadden jullie van verwacht? Want zoals ik al net van tevoren zei, ik kijk niet dat soort films. Dat superheldenfilms. Ik ben daar niet van. Jullie misschien meer wel. Weet je wat? Blue Beetle heeft, of in ieder geval DC, heeft een slag geslagen met het feit dat ze Mexicaanse jongen als hoofdrolspeler hebben. Ja. Dat wou ik net zeggen. Dat wilde Marvel ook doen met Bad Bunny. Voor Spider-Man, toch, was het? Voor die Spider-Man spin-off, inderdaad. Alleen, dat gaat niet door. In ieder geval, Bad Bunny gaat niet door met de film misschien wel. Ja. Maar zij waren nu eigenlijk voor waardoor je best wel een grote doelgroep achter je hebt staan opeens. Ja. Klopt. Ook regisseur is Angel Manuel Soto. Die is ook Mexicaans. Ja. Of in ieder geval Zuid-Amerikaans. Ik weet niet precies, maar ik denk Mexicaans. En daarmee sla je eigenlijk als DC zijn best een flinke slag. Natuurlijk ook omdat de film nu ge-James Gunn is. Want je ziet toch echt wel heel veel Marvel-elementen terug. Ja, weet je wel. Dat viel mij ook wel op. De aftiteling, je wordt al gelijk gehint naar een nieuwe. Of althans, je hoort iets, weet je wel. Dan kan je een beetje vanuit gaan dat er een nieuwe aan zit te komen. Mm-hmm. De look and feel, dus de actiescènes. Wat heb ik nog meer? Nee, maar wat je net humor. Zei, maar wat je net zei met dat James Gunn, dat hij over is gestapt. Is dat juist vooruitstrevend? Of, nou, ik was altijd wel tevreden over DC. Of hebben ze meer van dat ze nu juist meer gaan verliezen qua kijkers, zeg maar? Nee, ze gaan wel winnen. Maar het is... Ik zeg het altijd, weet je wel, die Spider-Man's en zo, die vond ik altijd super leuk. Ja. Alleen nu is het zo dat je alles moet kijken van Marvel om iets te begrijpen. Dat is gewoon heel veel overlapping. Ja. Maar je moet dan ook gewoon de series gaan kijken waar je eigenlijk geen zin in hebt om te snappen wat er verderop gebeurt. En nu, datzelfde is ook bij DC. Wordt dan al zo'n DC Universe wordt er dan gecreëerd. Ja. Dus er is heel veel overlapping tussen films straks. En dat is gewoon echt dat James Gunn zit erachter. Ja. Is enorm succesvol. Je kan er echt fucking veel geld mee verdienen. Ik ben niet zo'n fan van, maar ja, wie ben ik om te zeggen van doe het niet. Weet je wel, het gaat toch niet naar mij luisteren. Het gaat uiteindelijk allemaal om knaken. En Marvel die verdient de bakken met geld aan. Ja. Het zou stom zijn van DC als ze het niet doen. Ja, nee, klopt. Maar hadden jullie ook verwacht dat we hebben de film gekeken, maar dat die ook in 57 dagen is opgenomen? Wisten jullie dat? Dat wist ik niet. En in de COVID-tijd ook nog, hè? In de COVID-tijd. Ook nog. Ja. Nou, dat is netjes. Het is wel begrijpelijk en aan de ene kant ook wel bizar. We zijn nog niet zo heel veel locaties. Maar hij is een beetje nog zoekende naar wat gaat gebeuren. Dus je speelt voornamelijk af thuis. Ja. Of op kantoor van het ding. Of ergens in de straten. Ja. En dan niet zoals een Guardian of the Galaxy. Gewoon zwevend in een universum. Ja. En dan van stad naar stad. Van stad naar stad, weet je wel. Ja. Dus ik kan aan de ene kant wel begrijpen. Maar er zou heel veel CGI-werk aan zitten. Ja. Wat niet 60 dagen kost. Maar je had het net over Angel Manuel Soto. Zeg maar de directeur. Ja. Hij had een soort van regisseur. Hij had een soort van andere aanpak blijkbaar, want hij had natuurlijk alles was al geschreven qua lines. Ja. Hij liet ook heel vaak wanneer dat opgenomen was, liet hij dan ook de cast zelf improviseren. Ja. Bijvoorbeeld George Lopez, die gekke oom, die speelt. Dus eigenlijk een comedian. Dus comedians zijn sowieso vaak goed in improvisatie. Waarbij die één zin had eigenlijk over iets over de Court Family te zeggen.
heeft hij gelijk een 7 tot 8 minuten uitbarsting gedaan. Uit zichzelf. Dat is iets wat een dingen kan, ja. Ja. Comedian. Maar wat vind je van die aanpak? Denk je dat het wel meer door toevoegen als casting zelf meer inbreng zou kunnen hebben dan alleen maar de zinnen die ze moeten zeggen? Je kunt het niet aan iedereen laten doen. Nee, okay. Zoals je zegt, kijk, een cabaretier... Ja, die kan bijna dat. Bijvoorbeeld, dus dan... Zo'n cabaretier, die kan dat. Ja. Maar als je dan een random persoon gaat doen, weet je, die zal op een gegeven moment zal die vastlopen. En die zal ook kort maar krachtig gaan zijn. Ik denk dat je ook meer gevoel krijgt of zoiets. Minder acteren. Wordt meer natuurlijk. Ja. Meer natuurlijk, ja, minder dat acteren. Ja. Ja. Ik denk dat, dat het wel gunstig is, ja. Als degene het kan. Ja. Maar nog wat side information. Ik denk ook dat ze Blue Beetle wel langer kunnen teren. Want in de zin van... Dit is pas de derde Blue Beetles. In de zin van... Blue Beetle komt eigenlijk uit 1939. Ja, klopt. Daar begon het met Dan Garrett. Toen kwam Ted Kort. Ted Kort ken je alvast wel de naam. Nee, ja, de luisteraars nog niet. Oké, zit ik nou iets te verklappen. Ja. Nee, maar ja, we hebben ook Kort family gehad. Dus als je iets vanaf weet, dan weet je dat wel. Maar ik denk jullie dat ze nog gaan teruggaan in de tijd? De volgende Beatles... Iets met terug vorige, in de tijd? Ja, met de vorige personages. Nee, dat denk ik denk niet. Ik denk niet dat ze terug in de tijd gaan. Dat niet. Ik denk dat ze het vanaf hier gaan oppakken. Wat ook moeilijk, toch? Je gaat nu een universe creëren. Ja. Ja, maar bijvoorbeeld in de zin van... Ja, oké, klopt. En er is een beetje de opening van de universe eigenlijk. Ja, denk ik. Misschien de Flash misschien. Zouden we eigenlijk een keertje moeten opzoeken. Ja. Ik denk dat eigenlijk misschien bij de Flash al is begonnen langzamerhand. Maar als je zo naar Blue Beetle kijkt, hè? Bij de Flash zag je ook Aquaman aan het einde. Ja, maar dan zag je ook dingen. Wonder Woman zat er ook in. Ja, maar dat was even op een bruggetje. Maar aan het einde wordt er wel gehint op meer met dingen. Als je zo naar Blue Beetle kijkt. Hij gaat een beetje vergelijken met Marvel. Ja. Kun je ze dan ongeveer vergelijken met sommigen? Dat je denkt van, nou, dat is die. Nee, die want ze komen allemaal uit eigen comics. Die comics die bestonden al. Nee, dat klopt. Nu dat is weet die gewoon dat de look and feel van de geel. Klopt. Nee, maar als ik Blue Beetle kijk, dan denk ik een beetje aan... Iron Man, ja. Spider-Man. Het zijn sowieso allemaal superhelden. Ja, dus, klopt. Dat is het. Maar je hebt altijd eentje die kan krimpen, eentje die je niet kan zien, eentje kan vliegen. Ja, je hebt altijd eentje die laserbeams heeft. Ja, Spider-Man kan met zijn ogen en Iron Man doet het met zijn vuist. Dus ja, die vergelijking heb je sowieso altijd, man. Audience scores... IMDb gaf hem 6.7. En bij Rotten Tomatoes hebben we audience score van 91% zelfs. Letterboxd 3.2. Maar ik wil eigenlijk jullie mening horen, jongens. Wat vonden jullie ervan? De meningen zijn wisselvallig. Ik denk dat heel veel Latino's die konden echt van genieten. En tijdens de film ook achter ons van Spaanse meneer. Die was echt aan het genieten. Moeten de mensen kijken? Zeker, mensen moeten hem wel gezien hebben. Ja. Lastig is wel. Hij was binnen een weekje... uit de IMAX-zalen verwijderd. Oh, ja. Ja, Oppenheimer is weer terug de IMAX-zaal in. Ja. 4 keer op een dag draait hij. eerst deden ze Oppenheimer 2, Blue Beetle 2. Mm. Maar Oppenheimer keert toch op een manier keert hij altijd weer terug naar een hele dag. Ja. Nee, maar ik zou hem zeker even een keertje kijken. Het is leuk. Ja. En ik denk dat je, als je de DC Universe wilt volgen, dan moet je ergens beginnen. Dus je moet hem zeker even kijken. Maar ik zou qua rating zal ik hem een 3,5 willen geven. Man. Een 3,5. Hakan? Ik hou van hele films, superhelden films. Beetje fantasierijk, sci-fi. Ik vind het leuk. Ik vond de film leuk. Verhaal was goed. Mm. Mooie introductie van een nieuwe superheld. Ja. Ik vind het een beetje jammer dat DC van zijn eigen stijl afgaat. Want Orton zegt altijd, je bent Marvel-fan, je bent Marvel-fan. Ja. Jij bent Marvel-fan. Maar kijk, daar gaan we weer. Maar Orton zegt niet, ik hou gewoon van dit soort films. Dus ik heb ook alle films van DC heb ik ook gezien. En ik vind DC vind ik ook hartstikke leuk. Ja. DC heeft zijn eigen stijl, Marvel heeft zijn eigen stijl. Ja. Ik vind het een beetje jammer dat DC nou een beetje naar Marvel toetrekt. En een beetje hetzelfde gaat doen. Want je zag ook qua beeld en dat soort dingen, zag je ook heel veel terug. Terwijl DC altijd een beetje donkerder was. En Marvel juist dat vrolijke heeft, weet je. Ja, ja, ja. Ja, maar, dat is dan wel een minpunt. Ik geef het een 3,5. 3,5. Jongens, ik sluit me nou volledig eigenlijk bij jullie aan. Zoals ik al eerder zei, ik ben niet van deze films. Maar dit is voor mij wel een soort van opening, heb ik het idee. Ja. Want ik vond hem echt leuk. Ja, kijk, als je nu bij Marvel wil instappen, moet je nog 33 films of series kijken. Wees er lekker vroeg bij. Ja. Dus hou de DC in de gaten. Dus ik word. Hij heeft echt een punt. Dus bij deze DC heeft er een nieuwe fan bij. Ja. Welcome. Ik geef het ook een 3,5. En een conclusie. Ja, de mensen moeten hem zeker kijken. Wij geven Blue Beetle een 3,5. Ja. That's it. En
dat waren alle films van deze week. Ja. Yes. Maar voordat we gaan afsluiten, jongens. Top of flop. Ik wil van jullie niks horen. Enkel top of flop, lieve luisteraars. We doen nu aan het einde van elke aflevering top of flop. Hierbij gaan we voorspellen wat we gaan vinden voordat we de film nog gaan zien. Van de films die we volgende aflevering gaan bespreken. Dus we beginnen met een serie, jongens. The Changeling. Hakan. Top. Mirza. Top. Top. Ja. Ik denk ook top. Serie 2. Top Boy Season 3 zit eraan te komen. Hakan. Top of flop? Ja, wel top. Top. Ja. Ik denk ook top. film 3. The Equalizer. 3. Hakan. Flop. Ja, flop eigenlijk, ja. Ik ga zeggen top. Even een beetje commotie van wat zaken. Ik zei eigenlijk flop om eigenlijk ergens... Oh. Waarom zei je... Ja, het is ook een, nee, flop. Maar... Is ook een flop. Maar ik aan vooruit. Waarom zeg je flop? Deel 1 was goed. Ik vond deel 1 vond ik echt goed. Ja. Deel 2 vond ik, een beetje twijfel. En meestal is het dan bij top 3. Dan gaan ze weer of maximaal of ze zakken nog dieper. Maar jij denkt dat ze gaan dieper zakken? Ik denk dat ze gaan zakken, man. Dit begint een beetje uitmelken te worden. Ja, het uitmelkconcept, dat zijn we inmiddels gewend. Ja, dus ik denk dat we op een gegeven moment ook moeten gaan omarmen. Daarom zeg ik ook top. Maar, volgens mij gaan ze... Hij gaat Amerika uit. Hij gaat net als de rest van heel Hollywood gaat hij naar Italië. Italiaanse actiefilms zijn altijd goed. Ja, mag wat zeggen? Fast X. Wie was nog meer? Weet ik niet. Maar ik wil wat anders bij zeggen. Nou? Want ik keek het Equalizer 3, die trailer. Ja. Wat de laatste hebben we opgenomen, Bruce Lee. Ja. Dat deed het een beetje aan denken aan het verhaal. Nou, ja. Hij is in Italië. Gangsters die willen iets van hun familie hebben. Ja. Hij gaat het gewoon even regelen daar, toch? Het is toch een beetje Bruce Lee, dacht ik. Ja. Dat klopt wel, ja. Nou, ja. Dat zijn dan de films die we volgende week gaan bespreken. Ik wilde bijna zeggen, we zijn aan het einde gekomen van de aflevering. Maar dat is niet waar, want we hebben nog een giveaway, Hakan. Okay. Dat is een snoeppakket. Yes. Hebben we samengesteld. Dus zit in een doos van een Primera. Maar er zitten allemaal verschillende soorten Amerikaanse snacks in. Ook zitten er 5 stickers van de videocorner. Die mag je plakken op je laptop. of op je achterbumper. Ja, we hebben ongeveer 70 namen. Ik heb hier een wiel met alle namen. Alle deelnemers staan hier. Mag op. Ik drukken? Hakan mag tappen. Want, tappen to spin. Een snack is wel echt mijn ding. Daar ga je, Hakan. Daar ga je. Komt-ie. Wie mag ik gelukkig? Wie mogen we gelukkig maken? Ik zie hier Prinses I-I-E-J-J. Prinses I-J. Zoek eens op. Ja, ik ga even opzoeken, jongens. Het is wel belangrijk dat degene aan alle voorwaarden voldoet. We kunnen zoeken bij je followers, want ze moest volgen, toch? Ja. Ja, dan weten we in ieder geval zeker dat ze volgt. Even kijken. Oren is aan het zoeken. Mirza. De jury is er nog even alles te controleren. Ja. Ja. Ze heeft natuurlijk ook iemand getagd. Dat klopt ook. En ze volgt ons. Nou, Prinses I-I-E-J-J. Als je ons even een DM'tje doet en je adresgegevens naar ons verzendt via Instagram, dan zorgen wij ervoor dat het pakket jouw kant op komt. Gefeliciteerd. Jojo. Ja, gefeliciteerd. Yes, dames en heren. We hebben de giveaway weggegeven. We hebben de 3 films besproken. We hebben alvast top of flop voorspeld voor de volgende aflevering. Dat gaat zijn dus Changeling, Top Boy Season 3 en The Equalizer 3. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de aflevering. Vergeet niet te abonneren. We zijn te vinden op YouTube, Spotify en Apple Podcast. Wanneer je er bent, geef ons een like. Laat een review achter. Abonneer, mag ook. Mag ook. Mag een comment plaatsen, zei ik dat al. Je mag reviewen. Deel, je mag de podcast aan. Delen met je vrienden. Zet het belletje aan op YouTube. Doe iets waarvan je denkt dat je ons helpt. Ja, toch. Dat is het. Vergeet ons ook niet te volgen op Instagram en op TikTok. Belangrijk, er komt heel veel content aan op onze socials. Mm. Ook zijn we te vinden op Facebook. De Video Corner. En op TikTok en Instagram heten we @ The Video Corner. Volg ons ook zeker. Volgende week zijn we terug.
doen nu om de twee weken doen we één episode waarbij nieuwe films bespreken. En om de twee weken doen we een episode bespreken of opnemen waar we VHS-films bespreken. Yes. Dus hou onze socials ook in de gaten. Vrijdag komt er een polletje online waarbij we jullie de keuze geven om een episode of om een film te kiezen. Mm-hmm. En vervolgens volgende week maandag om 8:00 staat de aflevering online waarbij we dus die film hebben bekeken en gerecenseerd hebben. Jongens, bedankt voor jullie aanwezigheid. Jij ook bedankt. Jij ook bedankt. En luisteraars, bedankt voor het kijken / luisteren. En we zien jullie volgende week maandag om 8:00. Doei. Tot dan. Top. Joejoe. Hasta la vista, baby. Heb jij genoten van onze aflevering en wil jij graag adverteren in een van onze podcasts? Dat kan. Mail dan naar adverteren@back-corner.nl.